vanuit de persoon Raoul hoop ik voor iedereen die binnen de Koning woonachtig is, of het nou binnen het 24 uur gedeeld is of binnen de appartementen, dat ze uiteindelijk toch als zelfstandig persoon verder kunnen gaan zonder begeleiding. Maar goed, de realiteit wijst uit dat het niet voor iedereen haalbaar is. Hé, hey, ik was even benieuwd, Frits. Ik had dan gevraagd om een taak te doen. Het houdt in boodschappen. Hij zou aanrecht zou je schoonmaken en dergelijke. Heeft hij dat in mijn aanwezigheid bij jou gemeld? Ja, dat hij gedaan heeft, ik heb zijn taken gecontroleerd. Hij is nou boodschappen doen en zo, daarna bij jou teruggekomen. Ah, super joh. Dan is dat met Frits lekker afgehandeld. Absoluut. Goed. In ons werk kom je toch altijd mensen tegen die het allerbeste gunt. En als het dan ook zodanig verloopt dat die mensen krijgen wat ze verdienen, een leuk appartementje buiten de Koning, zelfstandig wonen of gewoon hun doelen halen of gewoon iets simpels, hun rijbewijs halen terwijl ze op de Koning zijn, ja, maakt me blij. Als je aan hun ziet dat ze gelukkig zijn of dat er iets leuks gebeurd is, dan vind ik dat mooi om te zien. Want laten we eerlijk zijn, binnen de Koning wonen, een crisissituatie. Hey, het is geen 5-sterren hotel. Oké, wat ga je verder allemaal nog doen? Ja, misschien afspreken met mijn broertje en kijken naar mijn broertje aan toe. Leuk. Ja, als medewerker op de Koning vinden we functionele gesprekken zijn natuurlijk noodzakelijk. Maar daarnaast willen we ook de bewoner gewoon elke dag zien en zoeken we die mensen ook op. Ook al is daar geen reden voor. Gewoon om een praatje te maken, een babbeltje. En dat kan voor. Die gesprekken kunnen over alles gaan. Een potje voetbal, over eten, over iets leuks wat ze hebben meegemaakt. Het hoeven dus niet alleen maar functionele gesprekken te zijn. Komt het helemaal goed? Ik kook de rijst. Ik marineer de kip. Nee. We gaan het zo doen. Ja, kook de rijst. Prima. Jij snijdt de kip. En ik marineer de kip. Want om een goede combinatie te garanderen is het belangrijk dat ik de kip marineer. Ik ben Antilliaans, hè? Ik kan ook goed marineren. Zeker, jullie kunnen lekker koken. Maar je weet zelf, ik kan lekkerder koken. Wie kan lekkerder koken? Vrouwen. Nou, de persoon Raoul is iemand die transparant is. Ik doe wat ik zeg en ik zeg wat ik doe. Respectvol is. En wat ik mijn collega's altijd probeer mee te geven, is dat je goed voor jezelf moet zorgen. Want niemand anders doet het voor je.